Welkom bij ProGay TV. Ik ben Marloes en achter de camera staat Susanna. Hoi. En we zijn vandaag ter ere van Gay Pride bij een zorgcentrum met Bas en Martijn. 4-4-4-4-voudig wereldkampioen Latin Showdance. En heren, wat gaan we straks doen? We gaan lekker dansen, schudden met de billen. Wat voor dansen heeft u zelf gedanst? De tango, de wals, de Engelse wals, de rumba, de samba. Dus u heeft al veel ervaring eigenlijk? Rock'n'roll, daar was ik ook goed in, ja, rock'n'roll vroeger. Danst u zelf dan ook met een man? Nee, nooit. Nee, dat kan ik niet. Ja, ik geef de leiding, dus ik moet vasthouden, ik moet sturen. Ik vind mannen wel lekker, daar gaat hij niet om. Maar dansen kan ik niet met ze. Hoe belangrijk is de Gay Pride voor jullie? Wat ik voornamelijk heel mooi vind, dat is vandaag ook, is dat er veel aandacht wordt besteed aan de acceptatie van homoseksualiteit. Ook in verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, omdat je toch merkt dat mensen van een bepaalde leeftijd natuurlijk toch de ontwikkeling en de acceptatie van homoseksualiteit niet hebben meegekregen. En ik vind het goed dat daar gewoon aandacht aan wordt besteed. En daar draag ik graag een steentje aan bij, net zoals vandaag. Links, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links, 2, 3, 4, 5, 6, naar voren nu. En links. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mevrouw, wat vond u van dat dansen net? Lekker gezellig. Ja, gezellig. Gezellig. Ja. En twee mannen die met elkaar dansen, wat vindt u daarvan? Ja, nou, die deed het heel erg goed. Ja. Ik vind het heel erg leuk. En die lange meneer, zeg maar, die is zo verschrikkelijk lenig. Daar word ik helemaal jaloers van. Echt waar. Hoe belangrijk vindt u de Gay Pride? Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat wij ons als homo's laten zien. En dat er een hele grote diversiteit is ook in homo's. Dat niet alleen de hele erge truttige nichten. Dat die heel erg opvallen, maar dat er ook een heleboel gewone mensen zijn die ook homo zijn. 60 plus of niet, vandaag is bewezen, roze ouderen kunnen swingen. En wat waren Bas en Martijn mooi. Nou, ProGay TV is er morgen weer. En wil je ondertussen meer weten van de Gay Pride en onze filmpjes zien? Ga dan naar www.weareproud.nl.